Ja, echt superleuk. Nou, dit is een stuk beter. Ondertussen, ze zijn beneden heel druk bezig. We hebben geen idee wat ze heeft gedaan. Oh, ik zoek mijn kamer. Goedemorgen, welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. Dus lekker even weekend hebben. Op vrijdag ben ik vrij, dus dat is wel heel fijn. En nu even nog een ontbijtje eten en straks komt oom. We zeiden, je bent op vrijdag niet vrij. Wel, dat is gezegd, mama. Je hebt koningsspelen op vrijdag op school. Dus dat is wel heel leuk, maar je zal wel naar school moeten. Ja, oké. Goedemorgen. Ik zit lekker een theetje te drinken aan tafel. Even goed wakker te worden. Ik ben bij haar aan het kijken. Ja, ze heeft even pyjama-ochtendje. Lekker een beetje voor de tv en eten en even lekker weekend hebben. En kun je voor mij nog even paaspoort maken? Ga ik zo meteen even doen. Drink zo. Ik doe even mijn laatste restjes. Oké, maar ik ga eerst even mijn thee opdrinken. En dan ga ik weer voor jou aan de slag. En de Wii wordt vandaag geïnstalleerd. Dus je bent blij, hè, dat de Wii vandaag geïnstalleerd wordt? Ja. Ja, echt superleuk. Heeft ze opeens twee spelcomputers staan. Maar goed. Ik had ook nog even een pyjama-ochtendje. Dus ik ga nu douchen. Hier wat aan doen. Mijn haar moet echt nodig gewassen worden. En dan weer even alles aan kant brengen. En Mila is beneden ook al. Dat is een rare zin. Mila kwam ook al aan. Dus die zit bij Sarah. Sarah is nog wat aan het eten. En dan gaan ze zo lekker buiten samen steppen. Nou, dit is een stuk beter. Ik heb deze top aan van Gestoet. En in ieder geval, het is een, ja, het lijkt meer een blues top. Ik weet niet. Broek Levi's, oude pantoffels. Geen sieraden, heel klein beetje make-up. Want ze is aan het buiten spelen en we gaan voor nu toch nergens heen. Mijn broodje komt alleen straks, maar dat is pas over 2 uur. Ondertussen is Orlando er ook. En die gaat met Sarah dus de Wii installeren. We gaan de kast opzij schrijven. En ik had ook zelf een goed idee. Want ik heb hier DVD-boxen staan. Van series. Ja, mijn favoriete series, zeg maar. Maar het is niet dat ik die vaak gebruik. Weet je, soms staat er een jaar. En dan denk je opeens, ik wil het toch weer een keer kijken. Maar ik denk dat ik die in de kast ga zetten. En daar de spellen ga zetten. Want die worden dus wel vaak gepakt. En dan wordt dat makkelijker. Hoorde je het? Was een goed idee, hè, van mij, Sarah? Ja, dat dacht ik al. Okay. Dus dat ga ik ondertussen tussendoor doen als zij installeren. Dus we gaan die kast zo naar voren halen en dan gaan we al die dingetjes doen. Ze zijn beneden heel druk bezig, dus ik ben heel erg gebruik aan het maken van mijn tijd. Om even de wasgoed op te hangen. Ik heb alle vouwwerk, alle laadjes. Oh, het is balen. Mijn hanger voelt gebroken. Alles aan het wegruimen. Daar heb ik een mooie de tijd voor. En er gaat ook wat oude apparatuur beneden uit. Dus we gaan het even gelijk omgooien. Dat wilde ik al eerder doen. Maar ja, als je weet dat die Wii erin gaat, dan waarom zou je dat dan eerder gaan doen? Oh, ik wil deze kast ook van de week weer even helemaal gaan uitzoeken en schoonmaken. Wordt het denk ik ook weer tijd voor. Wel een dingetje. Het staat dus nu allemaal. De kast is dus nu zo. Dus er is heel veel romslomp weg. Alleen, er zit een wachtwoord op. En dat weten we niet. Dus Sarah is nu gewoon heel de tijd Mii-poppetjes aan het maken. En dat vindt ze helemaal geweldig. Dus op zich is dat niet heel erg. Maar de spelletjes pakken dus allemaal gewoon ook niet. Waarschijnlijk is de lens vies of zo. Dat weten we niet. Geen idee. Ik moet even kijken wat ik daaraan kan doen. Het is lastig te vinden. Dit is heel de tijd. Maar hiermee vermaakt ze zich dus nu eindeloos. Ik ga even Mila klaarmaken en dan ga ik toch even buiten steppen. Oh, oké. Okay. Mila moet natuurlijk wel af. Mila moet af natuurlijk. We hebben geen idee wat ze heeft gedaan, maar die liep aan die dingen te rommelen. En de Wii doet het. En nu kan ze opeens wel spelletjes spelen. Echt zo raar. Maar ze zit helemaal in en ze is alle spelletjes één voor één nu een stukje aan het spelen. Weet je wat je moet doen? Oh, je bent geraakt.
Kan je niet op, iets op hem schieten? Je hebt allemaal knopjes. Probeer eens wat hij dan doet. Of dat je op hem kan springen of iets. Probeer het maar. Allemaal op hem springen. Oh, niet geraakt worden. Ik weet het ook nog niet. Ik weet in ieder geval dat je niet door die ballen geraakt moet worden. Oh, helaas. Hallo, ik ga me nu even weer klaarmaken. Net zoals ik gisteren ook. En deze keer wil ik jullie weer vloggen. Omdat ik het heel en heel leuk vind. Zo, ja. Nu ben ik boven. Dus weer erin. Weer de tandpasta weg. Zo, oké. Ik zet jullie dus op de plek. Van, ik ga eerst even uitkleden. Het is wel zo handig als je wilt klaarmaken. Zo. Oké, mensen, let goed op. Ik ga nu draaien en uiteindelijk kom ik in mijn pyjama te staan. Wow, ik ben wel een beetje duizelig. Zoals je net zei, ik ben in mijn pyjama. Ja, waarom ik een beetje dik uitzie? Ik heb gewoon hier mijn masker in zitten. Dat is heel handig natuurlijk. Even die alvast klaarzetten. Oh. Die is top. Trouwens, lieve opa Piet. Ik hou ook heel veel van je. En dat ga je natuurlijk heel leuk vinden. Zo, nou. Mama is aan het strijken. Ja. Klopt. Daar ligt het bed en ik ben... Oh, ik zoek mijn camera, maar ik film met mijn camera. Ik wil mijn kamertje erin doen. Ik lig ondertussen 4 vlogs editen achter, geloof ik. Ook door de avondvierdaagse en zo. Dus ik moet echt even flink aan de slag. Dus dat ga ik doen. Ik ga in ieder geval 1 vlog eerst editen en dan laten renderen. En die in ieder geval online zetten. En dan kijk ik hoeveel ik er in ieder geval daarna al kan editen. En dan komt het renderen eventueel later. Want dat kan ik desnoods dan nog morgen of overmorgen overdag aanzetten als ik toch thuis ben. Maar dan staan ze in ieder geval klaar. En dan moet ik natuurlijk fysiek ermee bezig zijn. Oké, heel raar. Mijn computer start op Sarah de naam. Waarom weet ik niet? Dat heb ik nooit zo ingesteld, maar I don't know. Maar dit ga ik dus nu even als een gek doen. En dan... Oh ja, dat zag ik net. Sarah zat op Netflix. Ik ben natuurlijk OA aan het kijken, de OA. En ik hoef nog maar 1 aflevering. Ik heb helemaal niet door. Het zijn helemaal niet zoveel afleveringen. Wel 2 seizoenen, maar geloof ik 8 afleveringen per seizoen maar. Dus ik ben er echt doorgevlogen. En dit is dus de ontknopingsaflevering. Dus als die vlog staat te renderen, die eerste, ga ik echt gelijk die aflevering kijken. De eerste vlog gaat nu renderen. Net nadat ik de vlog heb geëdit en aan had gezet om te renderen, kwam Denise nog even. Die is niet heel lang gebleven, want die had nog een afspraak. En nu ga ik me installeren op de bank. En ga ik mijn laatste aflevering kijken. Helemaal blij met de serie uitgekeken. Het was een gesloten open einde, hoe moet je dat zeggen? Je kan zelf heel veel invullen, al heb je ook heel veel antwoorden. Dus dat was wel leuk. En ik heb 3 vlogs af. Dus moet er nog 1 en morgen dan nog 1. Maar ik heb echt geen zin meer. Ik heb echt genoeg van de computer. Dus ja, ik zit trouwens te twijfelen, ja, het zie je zo niet goed. Zo zie je het beter. Of ik mijn haar te donker vind. Ik weet wel dat het net geverfd is, dus dat ik het sowieso nog een keer moet wassen. Dan wordt het altijd wat lichter, maar ik twijfel een beetje. En dat was ook vooral met editen, dan zie je het. In dit licht vind ik het trouwens wel echt heel mooi. Zo is het veel bruiniger. Misschien moet ik gewoon heel dag geel licht op mijn haar schijnen. Ja, zo vind ik het wel leuk. Alleen met editen vond ik het, vooral als ik buiten ben, heel zwartig lijken. En dan vind ik het dus een stuk minder leuk. Dus ja, ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. Ik ben weer alles aan het opruimen en uitzetten, want ik ben moe en ik wil naar mijn bedje toe. En dat ruimt. Soms zeg ik dingen en dan hoor ik het mezelf zeggen, denk ik, ik ben alles aan het ruimen. Maar goed, ik ga lekker slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hier om even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!